Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Vandaag is een hele speciale aflevering, want... Oh, wat was dat? Hey, wat doe jij hier? Kom je wereld overnemen. Oh god. Zoals jullie zien, heb ik er een server van gemaakt. Demolition, mag ik vragen wie je bent? Nou, ik ben Renze. En ik zal samen met Lars enkele Minecraft video's opnemen in zijn server. En ik zal hem helpen, zeg maar, in het Minecraft avontuur van hem. Klopt helemaal. Zoals ik jullie al zei, ik zei dus dat ik misschien een Minecraft server wou gaan maken. En zoals jullie zien is dat nou ook... Gisteren hebben we daar de hele dag mee bezig geweest. Dus zoals jullie zien kunnen we nou lekker samen Minecraft spelen. En wat ik van plan was om vandaag te doen... Ik heb een hele mooie cave heb ik gevonden... Dus als je meer zou willen lopen. Ja. Want we hebben al bijna geen kool meer. En meer diamonds is ook altijd leuk, toch? Daarom. Even kijken, want hier is ergens die... Hoe heet dat? Die cave. Daar ben ik ook een keer in geweest, daar, maar daar is niks te vinden. Oh, in die rechts? Ja, daar rechts. Oh ja. En... Misschien als we ooit weer een keer een leuke cave vinden, moeten we even iets markeren of zo met cobblestone. Ja, zoiets. Kijk, zoals hier, in deze cave ben ik nog niet geweest. Het is niet zo hele diepe. Maar ik zie wel... Met ijzer is anders. Natuurlijk ook altijd makkelijk. Goed, gaan we hier naar beneden. Au. Ja, ik viel ook al. Ik heb alleen een halve kapotte pickaxe, dus dat is dan weer wat minder. Hier is kool, mijn is nog heel. Kunnen we ook altijd gebruiken. Lekker levelen. Juist. Alleen het probleem is... dit is natuurlijk de eerste keer dat ik samen met iemand opneem. En ik weet niet of het geluid goed staat. En Rens heeft ook wel een webcam. Dat is een facecam. Alleen, we weten niet precies hoe dat werkt. Dus dat Rens ook in beeld komt. Zouden jullie dat misschien in de reacties willen neerzetten? Hoe dat werkt? Misschien dat jullie dat weten. Want dan kunnen we de volgende keer met een facecam kunnen we werken. En dat is natuurlijk altijd wel wat interessanter. Daarom, nou horen ze alleen mijn stemmen. Dat schiet niet op natuurlijk. Juist. Goed. Maar als jullie zien, we waren natuurlijk, de vorige aflevering waren we natuurlijk waren we op avontuur. En ik dacht, ja, het is toch wel een keer leuk om met z'n tweeën. Dus toen heb ik van alles geregeld dat ik een Minecraft server heb. Hij is gehost door Freeze. Zoiets heet dat, Freeze Hosting. Ja. En daar ben ik gisteren de hele dag mee bezig geweest. Hele dag, hele avond, hele middag eigenlijk. Klopt. En een beetje beslissingen genomen, want het is nou maar 256 MB. Het is niet echt 1 gigasuite, het RAM is 256 MB. Mm-hmm. Dus dat is nog niet zo heel veel, maar ja, goed. Ik ken er nog niet meer zoveel spelers. Mensen. Juist daarom. Even kijken, die moet weg. Kijk. Ik hoor net wel lava, maar ik weet niet waar het zit. Dus ja, ik hoor bijna niks van Minecraft, dus ik moet dat geluid eigenlijk harder zetten, maar ik weet dus niet precies hoe, want ik hoor zelf ook bijna niks en ik weet niet of dat ook op de video te horen is. Ja, ik hoor het heel zachtjes, maar ik wil hier naar boven. Hier is ook wat iron. Maar zoals ik net al zei, de vorige keer waren we natuurlijk op avontuur geweest, omdat jullie dat vroegen dat we dat wouden. Maar ja, het is nog een beetje anders gelopen, dus we gaan nog niet meer op avontuur, maar we gaan nog lekker samen survivalen. En we gaan samen wat van deze wereld maken, dacht ik zo. En misschien dat ik af en toe ook wel een nieuwe gast doe. Dat niet alleen Rensen doet. En laten we het zeggen, net als Enzo. Gewoon van die gasten aparte die af en toe komen. Erbij. Juist. Klopt. Is misschien wel wat leuker, ja. Ja, goed. Zullen we ergens naar beneden gaan? Ik vind het goed. Waar kunnen we hier naar beneden gaan? En alleen het probleem is, Rens en ik zijn natuurlijk alle twee Twents. Of wij komen uit Twente, dus het kan soms zijn dat wij een beetje met accent praten. We proberen zo min mogelijk te doen, maar ja, het wil niet altijd. We doen ons best. Juist, we doen ons best. Goed, maar zoals ik al, als jullie misschien weten, moet Rens zijn webcam apart opnemen? Of hoe zit dat precies? Als jullie dat weten, laat me alsjeblieft weten in de reacties, dan kunnen we daar de volgende keer wat meer. Dat is natuurlijk interessanter dan dat je alleen maar een stem hoort. Ja, daarom. Dus. Zien ze mij ook. Dat is ook een stuk leuker. En interessanter. Nou, ik weet niet of ze mij wel willen zien. Vast wel. Ik had alleen misschien een nieuwe pickaxe mee moeten nemen. Maar goed. Ja, ik heb nou nog een kwarts. Heb ik nog. Heb je hout meegenomen?
Nee, maar wel een crafting table. Oh, kijk, ja, want dan kunnen we namelijk een oven maken en dan kunnen we altijd nog beneden iets Ja, maken klopt. van een pickaxe of zo. Want ik heb wel iron, dus dan kunnen we zo'n iron pickaxe maken als nodig is. Ja, alleen ik moet binnenkort, of het liefst eigenlijk nu, dat ik mijn geluid harder zet, mijn Minecraft geluid harder zet. En want ik hoor nou, Rens hoor ik nou ontzettend goed. Alleen Minecraft hoor ik heel zacht, terwijl het geluid gewoon op 100% staat. Misschien Ja. dat ik alles op 100% moet zetten. Ik weet niet of dat lukt. Ja, ik zou alles op 100 zetten behalve die muziek, want dat is altijd zo irritant. Ja, ik hoor het nou wel wat beter. Oh. Zo. Welke layer ben jij nou? 29 ben ik nou. Oh, oké, ik ben op 24. Maar goed, laat me ook maar weten wat jullie ervan vinden dat ik nou met, ja, met meerdere personen ga survivalen. Want ik had dat jullie namelijk beloofd, of beloofd, ik had een soort van idee dat ik dat wou. Nou, dat is toevallig is dat nou dus gelukt. Dus want als jullie mijn Twitter hadden gezien, had ik ook neergezet dat er vandaag, dat er dus een speciale aflevering kwam. Nou, dat is toevallig dus met Rens deze keer. Ja, maar met z'n tweeën survival is altijd iets makkelijker. Klopt. En gezelliger ook nog. Dan zit je in, niet dat heel erg vinden, dan zit je in je eentje, zit je beter te, ja, te survivalen en verder doe je niet echt wat. Nee, daarom. Nou kun je net iets mee doen in een aflevering. Ja. Nou, en bijvoorbeeld dat we ook vragen of zo weer wel van die tags of zo kunnen doen. Ja. Dus misschien dat we dat de volgende aflevering kunnen doen of dat we een paar tags gaan opzoeken. Klopt. Ik heb er al wel wat, maar ik denk dat we ook maar eerst eens... alles een beetje moeten uitvolgen hoe alles zit. Met de webcam en met geluid. Klopt. Oh shit, ik zit op bedrock, nou al. Ik zit op layer 12 nou. Oh, ik zit op 6, ja. Maar ik heb nog niks gezien qua cave, dus. 14, 13, 12 zit ik nou. Ja. Maar volgens mij is op 12... Als ik een cave heb, dan roep ik het wel. Dan kom ik naar je ja, toe. Ja, 12 is meer, zeg maar... het beste voor diamond, diamond level. Ja. Redstone nemen we natuurlijk ook mee voor XP. En volgens mij hoor ik een skeleton. Ja, ik hoor een skeleton. Dat is nice. Maar we kunnen ook in de volgende ja, aflevering ja, ik heb een natuurlijk... cave gevonden. Holy shit. Ga weg. Ik sla je met een stuk vlees. Met mijn zaadjes. Klinkt vies, zaadjes. Maar jullie weten wat ik bedoel. Ga door. Nee, maar ik denk dat we ook op een gegeven moment op zoek moeten naar meer koeien. Zodat we daarvan het leer kunnen pakken voor boeken. Klopt helemaal. Daarmee maken we boekenkasten en dan kunnen we dan enchantments doen. Klopt helemaal. Mag ik jouw coördinaten even weten, want dan kom ik namelijk naar je toe. X is min 257 en Z is min 323. En level is 11. Oh, oké. Okay. Kijk, zoals jullie zien staat er nou ook links onder server Save the World. Het is natuurlijk altijd handig dat die automatisch wordt gezeefd, opgeslagen. Alleen ik denk dat ik eerst terug naar boven moet, want mijn pickaxe... Die houdt bijna mee op, hij staat in de rood. Ik moet lekker door allemaal... gravel naar jou toe. Ja, je kunt er ook torches onder plaatsen, hè? Dan, Oh, van mij ga ik ook naar de verkeerde kant uit ook nog. Weet wat, anders kom ik wel even naar jou toe, dan kan ik misschien ook direct een... nieuwe pickaxe ophalen. Even kijken, waar ben ik naar binnen gekomen hier? Oh, wacht. Ik kan gewoon eigenlijk de gang omhoog lopen, zeg maar. Ja. Dan kom ik als het goed is weer bij jou uit. Alleen ik stoot telkens mijn hoofd. Dat is niet zo fijn. Want zo. We zijn op een gegeven moment een andere kant op gegaan. Ja, oh, ik heb hier wat ijzer laten liggen. Ja, dat is niet zo heel erg. En volgens mij is het donker buiten. Ja, volgens mij... Ja, het is donker buiten. Ga ik heel even naar boven, haal ik even een pickaxe op. Moet jij nog wat hebben? Ja, neem er maar gelijk twee mee, want dan zitten we waarom sowieso kan in de zonde. Hoe hoog nog zo? Auw! Oh shit, ik schrok me dood. Hoezo? Ik kreeg in één keer pijl in mijn gezicht. Oh, creepy. En ik was net... Maar dan ook net bovenop op de cave. Want als ik net onder een... hoe heet dat? Als ik daar bovenop stond, dan had ik helemaal eraf geschoren. Au. Dan was je dood. Dan was ik dood, inderdaad.
Ik ga wel weer vast naar beneden en dan... Klapt hem al. Nou, ik hoop niet dat jullie dat horen, wat mijn moeder die roept. Dat ik mijn zusjes uit, wel. Uit bed moeten. Dus ik denk dat jullie dat ook horen. Maar goed. Ach ja. Kan soms gebeuren. Ik maak even een gat, zodat ik daar een beetje die nutteloze dingen in kan gooien. Oh, gelukkig hebben we wel wat eerder verzameld voor de aflevering. Koppels, maar daar hadden we bijna niet. En we hadden ook bijna geen kool. Dat hebben we nou ook wel. Dus die lig ik ook direct in de kist. Kool nou. We zijn al 10,5 minuut bezig. Zo. Gaat snel. Oh, iets te snel. Oh, huh? Waar ben je net... Ja, ik ben nu bij het huis. Waar ben jij net afgegaan? Want... Oh, misschien... Ja. Jij had een dubbele trap gemaakt, toch? Ik heb hem nou, ja. Even kijken, kan ik iron er even in gooien? Die. Zo. Kut, ik lig in de lava. Oh jee, niet doorgaan. Ik hoop het maar, ik heb geen water bij me, dus... Oh ja, dat heb ik ook niet bij me. Neem ik wel even direct 2 buckets of water mee. En ik denk dat ik doodga. Nee, niet doorgaan. Wat kwam ik hier ook weer doen? Nee. Nou ja, dan moeten we maar even terug. Maar goed, ik heb hier een MOVO. Wat kwam ik hier ook weer doen? Oh, ik weet niet meer wat ik hier wou doen, joh. Let's go back. Oh, shit. Wat wou ik ook laten doen? We maar even gaan slapen, ja, laten man. We even gaan slapen. Weet zul je altijd zien in de eerste aflevering dat we samen doen. Ja, ik doe precies. Oh, maar... ik kan hier liggen. Er zijn monsters in de buurt. Oh. Ik wel, ik lig al op bed. Maar wat kwam ik hier ook alweer doen? Weet jij dat nog? Ik weet niet meer pickaxe. Wat... Oh ja, pickaxe. Vergeet het nou al. Kort gemeen geheugen. Korte termijn geheugen. Niet kort gemeen geheugen. Korte termijn geheugen. Hey zombie, nou, wat doe je op mijn dak? Op zoek naar mijn spulletjes. Iron wil ik er even in smijten en even een nieuwe pickaxe pakken. Ja. Die gaat daarin. Ik zoek vast weer naar die cave. Oh, en ik heb gelijk zombies achter me. Heb jij al een pickaxe meegenomen, of? Nee, nog helemaal niks, maar mijn ligt waarschijnlijk in dat... Oh ja, ik heb in ieder geval een tweede en... Ik heb je ook een bucket gegeven, heb je die gevuld met water? Ja, oh nee, nog niet, maar... Dus beneden is dat wel. Goed, dan kom ik ook weer naar beneden. En dan hoop ik dat we vandaag... Anders maak je even een tweede bucket. Oh, ja, is goed. Ik ben nu toch nog thuis. En dan vul hem even gelijk met water. Ja. Want ik zoek even naar mijn spullen. Want die verdwijnen ook na een bepaalde tijd. Zeg ja, maar. Dan die spawnen die. We hebben toch zat iron, dus dat scheelt. Ja, daarom. Ik had ook alweer heel wat. Hup, maar ja, ik ben alweer bijna beneden. Nou, en als het goed is, heb ik ook volgende week heb ik ook een... Of volgende week. Volgende maand heb ik hopelijk een nieuw microfoon. Dat het wat beter gaat. Dan gebruik ik deze van mijn headset ook niet. En dan hoop ik dat het geluid beter is. Dat je niet steeds dat geklik hoort. Wat ik de vorige keer ook al zei. Nou, ik heb in ieder geval mijn spulletjes weer. Nou, helemaal goed. Ik heb voor jou een bucket of water en een pickaxe. Oh ja. Ja, even... pickaxe heb ik sowieso bij me. Ja, die meisjes ben ik kort. Volgens mij zijn alleen maar torches ervan door. Maar dat... Is dit die cave? Ja, toch? Of is dit een andere? Volgens mij is dat deze, toch? Je moet die rechter gang hebben. Als je ervoor staat, die rechter. En dan... Hup. Au. Hier allemaal kobbelstenen torens. Ja, klopt. Daar zit je in de juiste cave. Die linker moet ik hebben, hè? Of die... Nee, rechts. Oh, rechts bedoel ik. Tok, ja. Tok, 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 tok. Oh, wacht. Oh ja, ik zie wel. Best wel dom. Ik zie jouw nametag al. En... Dat is best wel dom, want ik had gewoon kool natuurlijk bij mijn sticks. Dus... Oh, jij had je ergens een cave, hè? Ja, een cave, een grot. Hier, ik heb een bucket of water voor jou. En een gloednieuw pickaxe. Yes. Even kijken, misschien... Want we zitten nu op level 11. Misschien dat we eentje naar horen. Oh! Oh! Hoi, ik ben hier. Het flikkerde in één keer naar beneden. Of dat viel in één keer naar beneden. Valt. Flikkert, zegt hij. Ja, zo zeggen wij dat meestal. Klopt. In Twente zeggen wij meestal flikkert. Maar ja, dat is niet netjes. Sorry, ik ga hier wel naartoe. Als jij gewoon één ding naast me... Ik wil water. Dat is mooi. Stel eens. Ik hoor niks.
Maar ik hoop dat het geluid ook gewoon goed staat, dat het niet te hard staat of dat Minecraft geluid te zacht staat. Volgens mij staat het wel goed. Alleen het probleem is met die facecam. Maar ik hoop dat jullie dat weten. Dat jullie dat achter willen laten in de reacties. Want dan kunnen jullie de volgende keer kunnen jullie ook Rensen zien. En dat is natuurlijk net iets leuker dan dat je alleen zijn stem hoort. Klopt. Zeker. Waar ben je eigenlijk nou heen? Ik ben een stukje naar links gegaan. Ik ben 1, 2, 3, 4, een stuk of 15 blokken zit tussen ons in. Er zijn 15 dikke blokken muur, zeg maar. Ja. Ja, want ik hoor elke keer water, dus ik ben een beetje aan het stripminen nou. Oh ja. Even kijken. Volgens mij ga ik... Ik vind dat nieuwe steensoort wat ze hebben, hè? De diorite, het granite en dat... Grijze, hoe heet dat? Andesite. Andesite, ja. Op zich is dat mooi, alleen ik vind dat zo verschrikkelijk irritant, hè. Dan heb je zo... Dan ben je altijd cobblestone aan het hakken en dan zie je in één keer weer die... rare stenen en heb je daar weer onmeunig veel van. Meunig. Heel veel van. Ontzettend veel van. Ontzettend veel van. Onmeunig. Onmeunig is ook Twents. Dus. Klopt. Ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel een beetje weten. Onmeunig. Dat hoor je wel vaker, alleen... Eigenlijk is het echt Twents. Volgens mij. Ik weet niet of dat echt ik zo is. Ik zit op bed ook, maar ik hoor de hele tijd water, maar ik... Ik heb geen idee wat wegkomt. Ja, ik zie jou wel. Ik zie jou nametag wel. Hier heb ik wat ijzer, neem ik ook direct eventjes meer. En wat kool neem ik ook direct eventjes meer. Zo. Ik ben wel blij dat we... Het is natuurlijk wel leuk als we iets van diamonds vinden nou of zo. Anders is het ook zo'n saaie aflevering. Ja, klopt. Maar ja, kool hadden we ook bijna niet meer. Dat is natuurlijk ook altijd handig. Maar ja, het liefst natuurlijk diamonds. Klopt. Zo. Hup. Rens, heb je trouwens ook een eigen kanaal, of...? Ja, een beetje wel, maar dat doe ik... Oh, wacht. Voor mij zit ik onder lava. Hup, pas op. Maar je hebt een emmer water, of emmer of water. Een bucket of water. Een bucket of water. Ja! Dat klonk niet goed. Go away, lava. Oh, ik wou net zeggen, ik ren als een gek, ren ik naar jou toe om jou nog te kunnen redden, maar... Dat is niet nodig, maar ik ga wel eventjes iets omhoog. Dan kom ik misschien bovenop die lava uit. Want ik wou ook... Maar ik hoorde net wel spinnen volgens mij. Pas op dat je niet weer doorgaat. Eén keer doorgaan in de aflevering is al genoeg. Houston, we have a problem. Oh yeah. Ik zie jouw name tag niet meer. Ben je boven of beneden? Gaan. Ja, ik lig ergens in de water. Oh ja, ik zie jou neemt ook alweer rechts in de hoek. Dat gaf ik wel even langzaam naar jou. We zijn al 18 minuten bezig, ja. Weet hoe snel dat gaat. Ja, maar je moet natuurlijk ook nog iets editen. Ja, editen doe ik eigenlijk niet. Alleen het begin, want als ik begin met opnemen, dan onder mijn facecam, dat is nog een wit vlak. Want dat moet alleen een stukje weg. En verder doe ik er gewoon muziek in en renderen in 27p. Want 1080p kan niet. Ja, kan wel. Maar mijn webcam is 27p. Dus Waarom kan ik dat water niet meer oppakken? Nee, nou, ik zie je. Hier is dat water wat je steeds hoorde. Ik ben hier. Zie je mee? Huh? Hier. Hallo. Waar? Boven jou. Hier zo. Voor jou. Oh, ja, wacht. Hallo. Hi. Hier is dat water wat je steeds hoorde. Kijk wat hier te doen is. Is het een cave? Dat weet ik niet. Het is wel een soort van grot. Maar steen, ga weg. Het is een... Het water moet Het is een kleine grot die naar boven loopt. Kan ik mijn water niet vullen hier? Oh? Ja, dat moet je bij de bron doen. Dat kan wel. Ja, dat klopt. Dat moet je hierboven doen. Dat kan het wel. Moet ik wel bij de bron kunnen komen. Kijk wat hier te doen is. Hier loopt het omhoog. Ga er wel van diamond level af, maar goed. Deze neem ja, mee. Maar weet je wat het is... Diamonds kun je eigenlijk bijna overal wel vinden als je maar goed zoekt. Ja, en als je maar op goede level zit. Ja, daarom. Oh, een creeper. Een creeper? Laat hem ontploffen. En een skeleton. Sterf. Jee, gaat ook door. Oh, au. Het is dus best gezellig daar, hoor ik al wel weer. Zelfmoordterroristen, hè? Ja, ik wist niet dat IS ook alleen Minecraft was. Oh, hier is mooi veel kool. En een creeper en een zombie. Help. Doei.
Nee. Zo neem ik dit call even mee, maar we zijn al precies... Bam. We zijn al precies 20 minuten bezig. Dus ik denk dat we straks een eind aanmaken, helaas. Ja, ik vind het prima. Ja, we kunnen natuurlijk ook een extra aflevering maken dat we die morgen ook online doen. Kan natuurlijk ook. Laten we dat maar doen, maar zullen we dan gewoon boven de grond een avontuurtje doen of zo? Gaan we een beetje op zoek naar... Village of resources. Temple of iets dergelijks. Ja. Dus ik... Oh, dat was mijn pickaxe. Dat was jouw pickaxe, ik hoorde het. Dus kijk eens, als jullie dat... nou, we zijn nu... Ik heb dus de eerste keer samen met Renze gedaan. En dan komt er, omdat het nou een soort van special is, laat ik het zo zeggen, omdat we nou met z'n tweeën zijn, dat er morgen ook een extra aflevering komt. Die gaan we hierna direct opnemen. En dan, nou, deze komt dus vandaag online en die andere komt morgen online. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Als dat zo is, doe dan eventjes graag een duimpje omhoog voor mij. Lijkt me hartstikke leuk. En laat ook ons alsjeblieft weten hoe we een facecam, dat Renses zijn facecam onder mijn facecam komt. Dan kunnen jullie hem ook, moet hij dat apart opnemen of hoe werkt dat precies? Ja. Laat het alsjeblieft weten en dan kunnen we de volgende keer wat mee doen. Vergeet niet te abonneren, jongens. Ja, dat ook. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken, bedanken voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!